Daar gaat het licht in de winkel aan. Wat is de engel niet mooi. Al die mooie schitterdingetjes op dat blauw en dan die ster. Het is net of die ster zo uit de lucht boven op het hoofd van de engel is gevallen. Elke dag staat Peter een poosje voor het raam van de winkel. Soms komt hij dan te laat thuis en dan is zijn moeder een beetje boos. Dat vindt Peter heus wel vervelend. Maar als hij naar de kerstengel kijkt, dan is hij alles weer vergeten. Soms, dan lijkt het net of de kerstengel een beetje naar hem lacht. Maar ja, ze kennen elkaar natuurlijk ook al een hele week. Ja, Peter, het is mijn engel. Mijn kerstengel. En op school, tijdens de les, dan doet Peter zijn ogen wel eens stijf dicht. Zo. En dan lijkt het net of hij de engel weer ziet. Het is ook zo'n leuk spelletje. Maar de juf, die merkt het haast altijd. En soms maakt ze dan een grapje. Maar als het vaak gebeurt, dan moet hij soms voor het bord komen. En dan moet hij een hele moeilijke som maken. Jammer hoor, hè, als het net zo leuk is. Het is de laatste schooldag voor de kerstvakantie. De juffrouw vertelt het verhaal over Jozef en Maria en over dat de Heer Jezus geboren is. En ook over de herders in het veld. Peter luistert goed. En als de juffrouw vertelt over de engelen in de lucht, ha, dan lacht Peter opeens hardop in de klas. Zo mooi vindt hij het. De hele lucht vol met engelen. Kerstengelen. Je kijkt verbaasd, maar ze gaat gauw weer bellen, want ze moet nog zoveel vertellen. Daarna mogen de kinderen vertellen wat ze allemaal met het kerstfeest gaan doen. Sommige kinderen mogen mee naar de kerk, net als jullie nu. Andere kinderen, die hebben kerstfeest van de zondagschool. Maar er zijn ook kinderen die thuis een hele mooie kerstboom hebben. En als de lichtjes dan aan zijn, mogen ze alle versjes zingen die ze van de juffrouw hebben geleerd. En jij, Peter? Vraagt de juf. Je had toch al zo'n plezier net bij je vertellen? Peter haalt zijn schouders op. Ik weet niet, zegt hij. Maar als Peter uit school zachtjes naar huis loopt, dan loopt hij heel langzaam. Peter is verdrietig. Heel erg verdrietig. Alle kinderen gaan kerstfeest vieren. Maar hij niet. Zijn papa en zijn mama houden daar niet van. Nee, Peter heeft geen kerstfeest. Hij gaat niet mee naar de kerk. En ook niet naar het kerstfeest van de zondagschool. En een kerstboom? Die is er helemaal niet bij. De vestjes van de juf, die kennen papa en mama ook niet. Arme Peter. Ineens schiet Peter wat er binnen. Ja, dat zal hij doen. Als het kerstfeest is, dan gaat hij naar de kerstengel. En dan gaat hij samen met de engel kerstfeest vieren. Peter wordt hoe langer hoe blijer. Hij is helemaal niet meer verdrietig. Hij heeft toch zo'n heerlijk plan. Ja, hij gaat samen met de kerstengel kerstfeest vieren. En weet je wat hij dan zal doen? Dan gaat hij heel zachtjes een versje van de juf zingen. Dat zal de engel vast wel horen. En dan even heel zachtjes inderdaad knikken. Ja, dat zal hij doen. Hij zal ook kerstfeest hebben. En Peter begint steeds vlugger te lopen. Hij wil gauw bij de kerstengel zijn. Maar als hij dan bij de winkel komt, dan staat er ook een mevrouw voor het raam met een klein meisje. En Peter hoort het meisje vragen. Kijk eens, mami, wat een mooie engel, zegt het meisje. Mag die hebben om aan de kerstboom te hangen? Laten we dan maar eens naar binnen gaan, zegt de moeder. En samen verdwijnen ze door de winkeldeur. Oh, niet een Peter, oh nee, niet doen, niet doen. Je hebt toch al een kerstboom? Waarom moet je nu ook nog die kerstengel? Het is mijn engel hoor. Het is mijn engel. Ik moet toch ook kerstfeest hebben? Wat wordt Peter nu bang? Wat moet hij nu doen? Hij krijgt daar stralen in zijn ogen. Maar dat mag niet hoor. Hij moet goed opletten wat er gebeuren zal. Maar wat heeft de juffrouw ook alweer gezegd? Als je bang bent of als je verdrietig bent, dan moet je dat maar tegen de Heer Jezus vertellen.
zal je vast wel helpen. Ja, dat mag echt. En vlug vouwt Peter zijn handen en zegt: Lieve Heere God, raad u alstublieft die kerstengel voor mij. Vol spanning blijft Peter staan. Hij drukt zijn neus haast plat tegen de ruit. Hij ziet de mevrouw naar de engel wijzen en de meneer van de winkel zijn hoofd schudden. Na een poosje komen de mevrouw en het meisje weer naar buiten. Peter hoort het meisje vragen: Maar waarom mag ik die engel nou niet? Ik wil hem toch zo graag hebben. Het kan niet, kind. Het is etalagemateriaal, antwoordt de moeder. Nou, wat dat is, weet Peter ook niet. Maar de engel blijft. Gelukkig. Heel zachtjes zegt Peter: Dank u wel. Opgelucht en heel erg blij huppelt Peter naar huis. En bij de hoek draait hij zich nog even om en dan zegt hij: Dag engel, tot kerstfeest. En dan is het kerstfeest. Overal luiden de klokken. Peter speelt een beetje op straat. Hij is alleen, want de andere kinderen zijn niet buiten. Peter weet best wel waar die andere kinderen zijn. Straks zal hij met zijn papa en mama naar oma gaan. Peter loopt een beetje na te denken. Als hij nu eens naar die engel gaat, dan straks, dan kan het niet meer. Ja, dat zal hij doen. Vlug erheen lopen, vlug terug, zodat mama niet eens zal merken dat hij weg is geweest. En daar gaat Peter hoor, op een drapje. Hij begint steeds harder te lopen. Nu nog die straat door, oversteken, de hoek om, nog een keer oversteken en... Valt Peter met een smak op de grond. Auw! Auw! Oh, Peter is door een bromfiets aangereden. Auw! Auw! Peter hoort stemmen om zich heen en wil vlug opstaan. Maar het gaat niet en... Oh, wat doet zijn been toch pijn. Wat nu, kereltje? Doet het zo pijn? Vraagt de vriendin aan hem. Blijf maar stil liggen, dan zal ik een dokter laten halen. Kerstengel, mompelt Peter. Maar de agent heeft het zo druk om de mensen uit de buurt te houden dat hij het niet eens hoort. En daar is de dokter al. Hij voelt dus aan Peters been en terwijl hij hem over zijn kuif snijdt, zegt hij: Ja jongen, die is gebroken. Dan moet je toch heus even naar het ziekenhuis. Daar kan ik je beter helpen. Dan zullen je vader en moeder wel even zeggen dat je hier bent hoor. Dan komen ze vast gauw bij je. En zo gaat het dan. Peter wordt in een ziekenauto gebracht. En ik kan de sirene goed horen als hij naar het ziekenhuis gaat. En als ze in het ziekenhuis aankomen, dan staat er al een zuster te wachten. Die zegt: Zo Peter, kom je een poosje bij ons? De dokter is zo knap, die maakt je been vast gauw weer beter. En dan wordt Peter op een brancard gelegd en wordt naar een grote kamer gereden. Daar wordt een foto van zijn been gemaakt. En dan wordt zijn been helemaal ingepakt en dan mag hij naar een zaaltje waar nog veel meer andere kinderen liggen. Het is al avond. Papa en mama zijn bij Peter gekomen. Ze zijn erg geschrokken toen ze van de agent hoorden wat er gebeurd was. Maar ze zijn nu erg blij dat het niet erg is en dat Peter daar nu zo veilig in zijn bed ligt. Als het gips erom zit, dan mag je na een paar dagen weer naar huis, zegt moeder. En wat wil u nu graag van ons hebben? Vraagt vader. Bijna zegt Peter: De kerstengel. Ja, dat kan immers niet. Die is niet te koop. Nou ja, dan weet Peter het niet. Dan moet papa zelf maar iets bedenken. Dat is nog veel leuker. Als het bezoekuur voorbij is, dan komen twee zusters naar hem toe. Nou Peter, jij boft even. Pas in het ziekenhuis en nu mag je alweer naar het kerstfeest. Kerstfeest? Vraagt Peter verwonderd. Ja hoor, in de grote kerkzaal gaan alle zieke mensen kerstfeest vieren. En jou rijden daar ook heel voorzichtig heen. In de verte hoort Peter al orgelmuziek. En als hij de zaal binnenkomt, dan weet hij niet wat hij ziet. Zo'n grote kerstboom. Helemaal tot aan het plafond.
En de boom is helemaal vol met brandende kaarsen. En hele mooie slingers. En mooie zilveren klokjes. En gekleurde ballen. En als je dan goed kijkt, dan weet Peter niet wat hij ziet. Daar hangt een kerstengel. Boom in de boom. Jong, kijk, zegt hij. Kijk. Wat is het toch, Peter? Mooi, hè? Zegt de zuster. Die hebben we uit een grote winkel gekregen. Uit de etalage. Steeds weer moet Peter naar de kerstengel kijken. Zal de engel hem hier zien, nu hij hier zo in zijn pyjama ligt en in zijn bed ligt? Nu vieren ze toch nog samen kerstfeest. Peter probeert goed de versjes die ze zingen mee te zingen en ook goed te luisteren naar het kerstverhaal. Ik vind het zo fijn dat hij nu toch nog kerstfeest mag vieren hier in het ziekenhuis. Het is toch nog een echt feest. En Peter weet nu dat de Heer God altijd bij hem is en voor hem zorgt. Waar hij ook is, thuis of in de kerk of in het ziekenhuis. En dat mogen jullie ook weten, hè? Dat geldt ook voor jullie. Dat de Heer God altijd bij jullie is. En dat hij van jullie houdt en voor jullie zorgt. Bij hem zijn jullie veilig. En zitten, dan delen we dat uit. De komende twee zondagen is er dus geen zomerschool. Het begint weer op 16 januari. En de collecte van vandaag die is helemaal voor de zondagschool. Voor de onkosten van, ja, van het kerstfeest, maar ook van de boeken en van allerlei dingen. De kinderen die niet op de zondagschool zitten, wat de crash, als die gewoon meegekomen zijn, die krijgen aan de uitgaan allemaal een sinaasappel of een appel. Mogen ze zelf uitzoeken. We gaan straks een slotlied zingen, Ere zijn God. En voordat we dat doen, dan wil Bert met ons een zegen praten. Zo jongens en meisjes, dan gaan we als afsluiting nog de zegen vragen. Misschien is het wel de mooiste dienst van het hele jaar als jullie laten zien wat je geleerd hebt, samen met je juffrouws en meester van de zondagsschool. Ik vond het prachtig. En de Heer Jezus vindt het ook geweldig mooi. De Heer Jezus zegt, laat de kinderen tot mij komen. En verhindert ze niet. En dat betekent dat wij als ouders nooit mogen staan tussen jullie en de Heer Jezus. Het moet altijd een vrije vrouw zijn van de Heer Jezus. Jullie moeten jullie altijd de Heer Jezus werken. En jullie zijn voor ons ook een voorbeeld, want zoals jullie getuigen van de Heer Jezus, van het licht, zo hoop ik dat wij als ouders het ook ons leven lang mee zullen dragen. Zullen wij onze handen vouwen en de Heer Jezus dan vragen om de zegen. Zullen we stil zijn? Ga je nu ook zitten? Dan weer zitten. Vader in de hemel, dank u wel dat wij de kerstfeest mochten vieren. De kerstfeest, het feest van het licht. Want Heer Jezus, u bent het licht. U bent in deze donkere, duistere wereld gekomen. En u hebt het licht ontstoken in de harten van alle mensen die in u geloven. Heer, en dat licht mogen we meedragen totdat u weerkomt. Zodat de hele aarde opnieuw verlicht zal worden, Heer Jezus, met uw heerschappij. Heer, wilt u met ons meegaan als we naar huis gaan? Wilt u ons bewaren onderweg? En wil heel in het bijzonder het werk wat in deze kinderen begonnen is, Heer, wilt u dat voleindigen? Zo bidden wij uw zegen voor ons leven en voor dat van onze kinderen. Amen.